beam op de person sitting next to him. That would be great. Daniel, op het podium South by Southwest. Hoe ging die? Verwarmend. Nee, het was heel erg leuk om te doen. Ik vond het een heel leuk publiek. En ik had een paar vragen aan het publiek. En ik vond dat overweldigend wat voor een lawaai en wat een veel gedachten er dan terugkomen. Hey, volle bak had je, dat is ook mooi, want het komt ook wel eens anders voor, heb ik hier eerder gezien. Je thema was unspecialized. Waarom is dat belangrijk, unspecialized? Ik denk omdat waar dit over ging, is er zijn nu natuurlijk hier heel veel mensen die allemaal een bepaalde gedachte hebben en denken, ik kom hier alleen om de media dingen te zien, ik kom hier alleen om de sociaal media dingen te zien. En waar mijn verhaal eigenlijk over ging is dat ongelooflijk goed is om een bepaalde kennis te hebben en die te verdiepen, maar dat je om dezelfde tijd eigenlijk ook eventjes moet kijken wat je niet meer ziet. Het tweede was hoe je, als je heel lang op dezelfde plek bent, je eigenlijk op een gegeven moment stopt met naar je omgeving kijken. En het derde was hoe je door je telefoon vaak eigenlijk niet meer naar je directe omgeving kijkt. Het gevolg van al die inzichten is de app die je hebt gemaakt, Koekeloe. Wat doet die? Daarmee word je gevraagd om op zoek te gaan naar ronde vormen. Daar begint het mee. En als je iets rond vindt in je omgeving, maak je daar een foto van. En dan krijg je daarna te zien wat andere mensen gemaakt hebben. En dat is eigenlijk een spel. Ja, en daar, wat wil je daarmee bereiken? Dat je ziet dat er heel veel dingen zijn die je niet ziet. Als je op een gegeven moment ergens woont, dan elke dag sta je bijvoorbeeld in de keuken en je hebt nooit gedacht over wat er in je keuken staat als iets ronds. Je hebt eigenlijk altijd gedacht naar wat moet ik hebben om nu mijn ontbijt op te eten. En dat is een game die goede reacties kreeg, onder meer bij The Wired. Hoe internationaal, hoe succesvol is de game? Het spel wordt nu in, volgens mij, Yuki had er precies bij, maar in iets van 30 landen gespeeld. Dus we zien veel Nederlanders die het spelen, veel Amerikanen, Japanners. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft dat ik daar ooit heb gewoond. Dus hele verschillende, en dat vind ik het allerleukste. Heel veel verschillende landen die het spelen. Hey, en wat heb je aan South by Southwest? Ik vind het vooral heel erg leuk om te zien wat andere mensen komen vertellen. Dat vind ik het allerleukste. Er is niet per se een zakelijk doel of een ander iets. Ik vind het gewoon heel erg leuk en interessant om te zien wat, denk ik, toch wel ergens de top internationaal gezien te vertellen heeft. En het is ongelooflijk mooi dat het dan allemaal samenkomt op één kleine plek.